Yes, welkom allemaal bij mijn allereerste echte video. Normaal doe ik natuurlijk altijd op mijn YouTube livestreams van Weekend League, livestreams van Division Rivals, livestreams van mijn packs af en toe. Maar nu ga ik ook echt beginnen met mijn YouTube kanaal, met echt video's opnemen. En dit wordt dus mijn eerste echte video. En dat is van de rewards. Waarom hier Elite 2 staat, heb ik geen flauw idee van. Want ik heb 30-0 gehaald, top 5 van de wereld. Dus we gaan even kijken wat hier aan de hand is. Wat gebeurt hier allemaal? Dit is echt ziek, jongens, wat hier gebeurt. Ik heb echt geen flauw idee wat hier gebeurt. Dit is gewoon, ik ga gewoon mijn eerste video opnemen en... Er gebeurt gewoon iets heel zieks. Oké. En dan komt nu pas de... Oké, uiteindelijk ben ik 12e geëindigd. Nou ja, daar ben ik natuurlijk dik tevreden mee. Ik stond een tijdje 5e van de wereld. Helaas ben ik nog ingehaald door 7 mensen. Waardoor ik dus 12e van de wereld ben geëindigd. Uiteindelijk maakt het niet heel veel uit. 30-0 is 30-0. Uiteindelijk komt het op skill rating aan of je eerste van de wereld eindigt of niet. Helaas 12e. Ben ik dik tevreden mee. Gaan eventjes kijken. Zoals je hier ziet. 5 kiesjes speciale spelen. Speciale items. Dat zijn nu natuurlijk de player picks. Heb ik 1 ultimate team van de week pakket. 4 jumbo zeldzame space pakket. 400k pakketten. 150k munten, ook niet verkeerd. En 2000 Champions kwalificatiepunten. Dus direct weer kwalificatie voor de volgende Weekend League. We gaan meteen maar beginnen met de player picks. Hopelijk krijgen we wat goeds uit. Eerste player pick is Ricardo Pereira. Uiteindelijk heb ik niet zo heel veel natuurlijk aan de meeste pro-spelers. Hebben aan de meeste player picks niet heel veel. Natuurlijk kan je het wel altijd in SBC gooien. Maar als spelers om ze te gebruiken moet je wel echt een toppetje krijgen. Om er wat aan te hebben. Kijk, dit is Felipe Anderson. Dat is op zich nog wel een goeie. 87 rated. Prima spelertje. Walkout dus eigenlijk. Die ik gewoon hier even heb gepakt. Nou, Kums, daar worden we ook niet helemaal warm of koud van. Wat ik ook meer ga doen is reviews waarschijnlijk maken van mijn Weekend League. Dus jullie moeten eventjes in de comments onderin laten weten. Dus hier onder de video eventjes in de comments laten weten wat jullie graag als video's willen zien. Dus ik heb zelf in mijn hoofd om reviews van de Weekend League te doen. Om jullie een beetje mee te nemen hoe ik mijn goals score, hoe ik mijn goals tegenkrijg. Wat er misgaat, wat er goed gaat. Tips en tricks in de video's gelijk meenemen. En dat leek mij wel een leuk idee om te doen. Voor nu dacht ik, ik maak eerst even een rewards video van de packs. En dan gaan we even kijken hoe dat gaat. En dan gaan we in de toekomst veel meer video's maken. In plaats van enkel livestream. Want dat is natuurlijk leuk. Maar uiteindelijk willen jullie ook video's zien met wat ik krijg. Jullie willen gewoon op de hoogte blijven van wat ik pack. Hoe ik presteer in toernooi, hoe ik presteer in de Weekend League. Dat willen jullie gewoon allemaal zien. Dus vandaar dat ik dat ook... Dat ik daar nu ook zeker mee bezig ga zijn. Oké, niet een van de echte toppers, maar het is prima. 286 rated, 187, 284. Voor de SBC's heb je daar wat aan. Ik snap nog steeds niet waarom dit 2 munten en Elite 2 kwam te staan net, maar dat maakt niet uit. Dan doen we eerst eventjes de Division Rivals. Pakketjes openen. Tussendoor. Misschien dat daar nog wat leuks in zit. 1 zeldzame spelerspakket en 1 megapakket is wat ik krijg voor de Division Rivals Rewards. Helaas heb ik niet genoeg tijd gehad natuurlijk vanwege kerst, vanwege oud en nieuw, om rang 1 te halen. Maar dat zullen de meesten wel niet hebben. Want op de Division Rivals was ook gewoon bijna niemand te vinden. Als ik een wedstrijd ging zoeken, kon ik gewoon bijna niemand vinden. Dus ik denk dat de meeste spelers geen eens de kans hebben gehad om echt rang 1 te halen. Er zullen misschien een aantal zijn die het echt alsnog helemaal kapot hebben gespeeld en geen kerst vieren. En het wel hebben gehaald, maar helaas voor mij dit keer niet. Beginnen we bij de zeldzame spelerspakketten. 12 zeldzaam natuurlijk. Allemaal. En dit is een walkout, direct een walkout hier. Direct een walkout, geen icon. Het is een gewone gouden kaart. Duitsland, Kam, Mesut Özil. Meteen lekker om een video te beginnen met 2 walkouts. 1 in de player picks. En nu Mesut Özil. Natuurlijk zijn er veel betere spelers die je als walkout kan krijgen. Maar Mesut Özil ben ik tevreden mee. En het is toch gewoon eventjes lekker voor de eerste video
om eventjes een paar walkouts te pakken. Dus Mesut Özil is gewoon een prima speler. We hebben er natuurlijk niet heel veel aan. Maar het is gewoon eventjes lekker. Gewoon eventjes lekker om toch een speler van 86 reten te pakken. Eventjes een walkoutje in de eerste pack. Ik bedoel, er komen er nog zoveel aan. Mega pakketje. Nog een walkout zou wel welkom zijn op zich. Het is alweer een walkout, jongens. Ik ben aan het recorden en ik krijg gewoon walkout na walkout. Wat is dit voor speler? Argentinië! We gaan natuurlijk hopen op Lionel Messi, Otamendi. Dat is dan iets minder walkout. Maar dit betekent al 3 walkouts in mijn allereerste Weekend League Rewards video. En dit zijn nog eens de Weekend League Rewards. Dit zijn de eerste 2 pakjes van de Division Rivals Rewards geweest. Dus er gaan nog veel meer aankomen. Zometeen nog de FUT Champions Cup. FUT Champions Cup nog. Zometeen nog de FUT Champions Rewards. En dan zul je zien dat er helemaal niks in zit. Maar daar gaan we niet van uit. We gaan gewoon lekker vertrouwen houden. We gaan de eerste 100k pakket openen. En dat is ook een walkout. Het moet niet gekker worden vandaag, jongens. Wat is er toch aan de hand? Het is weer een gouden speler uit Spanje. Ben ik meestal niet zo fan van. David Silva. Toch weer wat geld waard. 89 rated. Het is ongelooflijk hoeveel walkouts wij vandaag krijgen, jongens. Ik denk, ja, ik ga sowieso nu elke week de rewards opnemen. Want ik heb nu gewoon al 4 walkouts met de player pick meegerekend. David Silva, ja, dat is gewoon een prima speler. Dat is gewoon 3 in vorms in 1 pakketje, jongens. Besef deze pick. 1 walkout en 3 in vorms in mijn 100k pakketje. Dat is toch wel ziek. Misschien dat we nog wat geks in de dubbele kaart hebben. Nee, dat hebben we niet. Maar dit is toch wel lekker, hoor. En dan zie je dat hij gewoon rond de 50k waard is. Gooien we de rest eventjes allemaal in de club. Nou, dat is dus een prima pakketje opnieuw. Gaan we meteen door naar de volgende pakket. 4 walkouts tot dusver. Elk pakketje heeft een walkout opgeleverd. Hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken. Nee, nu helaas niet. Maar je weet nooit, het kan er altijd nog een speler zijn van grote waarde. Het is, ja, de keeper, dat is Rouvier van San Achen. Dat is een iets mindere pack, maar tot nu toe ben ik gewoon dik tevreden wat ik heb gehad in mijn pakjes. Gewoon van alles lekker in de club. Ik order het altijd pas later. Later ga ik de spelers via FUTBIN opzoeken hoe duur ze zijn. En daarna verkopen op de transferlijst. Dus ik ga eerst altijd een beetje... gewoon eventjes mijn packs, dat ik er snel doorheen kan. Dat ik gewoon eventjes lekker snel door kan packen. Dat ik dan later de spelers op de transferlijst kan zetten. En dat het geen uren hoeft te duren. Volgende 100k pakketje is ook geen walkout, jammer genoeg. We hebben nog 2 pakketten te gaan. 1 Ultimate Team of the Week pakket. 1 100k pakket. Het is wel Border, het is Zeko. Edin Zeko, topspits natuurlijk in het echt. FIFA heb je er niet heel veel aan. Veel te sloom, niet fysiek genoeg. Zijn dribbel, ja, staat op 75. Maar ik heb toch wel echt het gevoel dat hij wat lomper dan 75 is. Het is gewoon allemaal net niet goed genoeg bij deze speler. Toch Bernardo Silva, Javi Martinez, Carrasco, Manu Trigueros. Toch wat, ja, borden. Dit zijn vanaf 83 reten. Dan krijg je die borden eromheen natuurlijk. Die schermen op het moment dat je een pakje opent. En dat zijn toch wel spelers die meestal toch ietsjes meer waard zijn. Dus op zich is het geen verkeerd pakje. Dan gaan we direct met de laatste 100k pakket. Kom op, laat die Walker nog even komen. Doe even een icon, doe even iets geks. Ik voelde de vibe, maar het komt niet. Misschien nog een leuke speler van grote waarde. Duitsland, keeper, dat is dan... dat is Bouwman. 83 rated, niet veel soeps, maar er komt nog een Ultimate Team of the Week pakket. En we hebben gewoon al 4 walkouts gepakt, jongens. Kimpembe, dat is ook gewoon echt een goede verdediger. Daar heb je niet zo heel veel aan in het spel. Of, nou ja, het is voor een goedkope centrale verdediger is die gewoon hartstikke goed. Dus als je weinig coins hebt, dan is dat zeker een aanrader. Tenminste, als je een Frans team hebt, om in je team te gooien. Oké, dan is dit het laatste pakket. Dan gaan we eerst eventjes kijken wat we allemaal kunnen krijgen in de Team of the Week 16. En wat je dan hier ziet is de Ilicic, Eden Hazard, Roberto Firmino, Gomez, Mario Gomez, Milinkovic, Savic, Kums,
Felipe Anderson, die ik net in de Player Picks Rewards heb gehad. Digne, Skriniar, Ricardo Pereira en op goal natuurlijk Donnarumma. Ricardo Pereira, Donnarumma, Ilicic had ik net ook al in mijn Player Picks. Maar we gaan natuurlijk voor de veldbegeerde Roberto Firmino en of Hazard. En Felipe Anderson is natuurlijk ook helemaal welkom. Ook best wel veel waard. En anders nog een Skriniar of een Gomez. Er zit genoeg waarde in deze team van de week. We gaan nog gewoon lekker openen en kijken wat erin zit. Laat die Belgische vlag alsjeblieft op mijn scherm verschijnen tijdens mijn eerste video. Kom op, Eden Hazard, alsjeblieft. Laat die Belgische vlag zien aan mij. Je kan het, kom op. Ik vertrouw in je. Ah, dat is jammer. Dat is jammer. Geen één van de drie toppers zit erin. Roberto Firmino niet. Eden Hazard niet. En Felipe Anderson niet. Er kan natuurlijk nog Skriniar of Mario Gomez erin zitten. Maar dit is niet helemaal waar we op hoopten. De walkouts die we hebben gekregen. Het zijn natuurlijk walkouts, maar ook geen hele goede spelers. Kijk, Milinkovic, Savic, daar kunnen we nog wel mee leven. Van de rest zijn dit niet hele bijzondere Team of the Week rewards. Hoewel deze toch wel redelijk wat waarde heeft. Maar je kan zoveel meer waarde uit deze Team van de Week krijgen. Dus over het Team van de Week pakketje ben ik niet helemaal tevreden. Over de 100k pakketten en over de Player Picks en de 50k pakket en de Mega pakket natuurlijk. Ben ik wel tevreden omdat het mijn eerste video is en ik gewoon lekker een paar walkouts kan laten zien. Maar qua waarde waren die walkouts ook niet heel veel waard. Dus dan kijk je er ook met een schuin oog tegenaan. Maar in ieder geval, over het algemeen, prima rewards. Volgende week gaan we natuurlijk gewoon weer voor de 30-0. Laatste 6 weekenden heb ik 4 keer 30-0 weten aan te tikken. We gaan gewoon weer voor de 30-0 en dan gaan we weer lekker opnieuw de Weekend League rewards opnemen. Oké, jongens, dat was het voor dit keer. Ik laat tijdens mijn eerste video eventjes aan het einde nog eventjes mijn team zien. Dit is mijn team op dit moment. Cristiano Ronaldo, Johan Cruijff, babyversie. Gullit, de tweede versie. Eusebio, de tweede versie. Patrick Vieira, tweede versie. Matheus, tweede versie. Ferdinand Prime. De Ramos, de Champions League kaart die ik sinds kort heb toegevoegd. Echt een bizarre kaart. Hij speelt zo goed. Die work rates van hem, die maken me niet heel veel uit, want hij is zo snel. Hij kan zo snel van aanval naar verdediging switchen als je zelf met hem loopt, dat het helemaal niet uitmaakt. Marcelo, natuurlijk blijft hij voor mij gewoon favoriete linksback. Helemaal met 5-6 skill moves kan je nog lekker eventjes jezelf eruit voetballen. Zijn dribbel van 91. Dat is gewoon hartstikke handig als je eventjes vastloopt in de verdediging, dat je gewoon eventjes eruit wilt dribbelen. Dat je uit een hoge druk moet komen. Is dat gewoon voor mij persoonlijk heel handig. Courtois. En een verrassing misschien weer in mijn team. Joao Cancelo. Met zijn hoge snelheid, hoge verdediging, hoge dribbel. Is dat dus ook een typische back die goed bij mijn speelstijl past. En dan hebben we natuurlijk nog even op de bank even Lucas, Riyad Mahrez en Neymar Jr. Dan gaan we het hierbij afsluiten voor deze week. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog van mijn allereerste video. Als je het een leuke video vond. Vond je het geen leuke video? Ook prima natuurlijk. Zorg dus even dat je dat doet. Laat even in de comments onder de video weten wat jij graag wilt zien aan video's van mij. Dit waren dus de Weekend League Rewards. Ik kan nog zoveel meer dingen doen. Denk aan een review van de Weekend League. Dus dat ik alles eventjes door ga nemen. Alle goals laat zien, alle tegengoals laat zien. Wat ging er goed, fout. Denk aan Division Rivals, daar kunnen we nog zoveel mee doen. Daar kom je er namelijk alleen maar, omdat ik in Divisie 1 zit en een hoge skill rating heb, alleen maar wereldtoppers tegen. Daar kunnen we dus bijvoorbeeld 20 potten in de week van spelen. En met jullie aan jullie laten zien, doornemen. Kunnen tips en tricks doen. Er zijn zoveel dingen wat ik kan doen. Wat ik vooral leuk vind, is iets origineels. Dus probeer iets origineels te bedenken. Dus niet standaard van, ja, leg dit trucje uit op je video of dat trucje. Kan ik zeker aan gaan denken. Maar probeer iets origineels te bedenken waarvan jij denkt, hé, dat is leuk om te doen. Dat past bij Dani. Dat willen wij graag zien als kijkers. En het is ook nog eens leerzaam. Want dat vind ik belangrijk om als Nederlands kampioen jullie dingen te leren. Vooral velen van jullie die ook graag e-sporten willen worden. Of velen die gewoon beter willen worden in FIFA. En betere rewards willen halen door hoger te komen in de FUT Champions, in de Weekend League.
Dus laat het maar weten wat jullie willen weten in de comments. Nogmaals, even duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Hartstikke bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel weer terug. Tot dan!